Het vertrouwen is terug bij de politieke partij Partij Al-Hoer. Dit stelde de ondervoorzitter van de partij Bronte Somaharjo afgelopen zaterdag bij de kick-off van de verkiezingscampagne van de partij te Beekhuizen. Somaharjo wees erop dat de vorige verkiezingen slecht waren voor de partij. Echter komt er een ommekeer in de zaak. Somaharjo, die ook minister is van Binnenlandse Zaken, zegt dat bij de vorige verkiezingen ruim 10.000 PL'ers door misleiding op een andere partij hebben gestemd. Echter is de partij een jaar voor de volgende verkiezing naar zijn zeggen in volle glorie hersteld. Somaharjo geeft aan dat de verleiding de komende periode nog door zal gaan, maar dat niet de eerste ronde, maar de laatste ronde belangrijk is. Broeders en zusters, ze gaan nu blijven misleiden door bijvoorbeeld het kopen van peilingen. Ons vijand is niet alleen het kapitaal, ons vijand is het zwart geld. Partijen met kapitaal, met partijen met zwart geld zullen peilingen kopen. Op dit moment zijn er twee grote partijen in Suriname die verschrikkelijk slecht staan in de peiling, maar je zal het nooit zien. Omdat je hebt kapitaal. Oh, jullie die geloven met de woorden alhamdulillah en hopen met de woorden inshallah, laat je niet misleiden en verleiden. Niet omdat Oussap danst potje potje. Of omdat Oussap mixoto, moeten mensen denken dat we te verleden zijn. Niet omdat Missap draai bami of Sapa draai wan waarom, moeten mensen denken dat we dom zijn. Somaharjo benadrukt het belang van eenheid binnen de partij en waarschuwt voor verdeeldheid die tegenstanders zouden willen zaaien. De voorzitter van PL, Paul Somaharjo, is dankbaar voor de steun van ABOP, die goed vertegenwoordigd was bij de volksvergadering van zaterdag. Hij streeft niet naar een tweederde meerderheid, maar wil dat elke partij die mandaat krijgt van het volk een coalitie zal vormen. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk onderstreept de samenwerking tussen ABOP en PL voor positieve verandering in Suriname. ABOP-secretaris Marinus B. benadrukt dat ondanks wijzigingen in het kiesstelsel, zijn partij en de PL vastbesloten zijn om als winnaars uit de bus te komen en balans in het land te herstellen.